Op zaterdag 1 juni organiseerde Jongerencentrum De Pomp de eerste Altena Mud Run. Dit om geld op te halen voor de uitbreiding van het Jongerencentrum in Almkerk. 3, 2, 1 en start! En ze zijn vertrokken, hoor, dames en heren. En ze gaan nu. Oh, kijk, oh ja, helemaal niet. Echt verschrikkelijk. Ik ben blij met het zelf niet weten, maar het ziet er fantastisch uit. De run door de weilanden van Almkerk zorgde voor een waar spektakel. Maar liefst 18 obstakels moesten overwonnen worden door de deelnemers op de 2,2 kilometer lange route. Ik ga hier even mentale steun plannen. Het was hartstikke tof. Het was een hele mooie uitdaging. En ik woon hier in Almkerk, maar dit stuk van Almkerk had ik echt nog nooit gezien. Spelen, Mark, zeker niet zo. De eerste run is net geweest, Bart. Hoe kijk je erop terug? Hoe kijk ik erop terug? Nou, super gaaf. Ja, gewoon al die deelnemers die zo over de finish komen, die zich zo inzetten voor, ja, voor ons jongerencentrum. En toch, ja, zo'n sportieve uitdaging aangaan. Ja, super gaaf. Super gaaf, ja. 3 runs vandaag. Hoe lang zijn jullie bezig geweest om deze hele baan te prepareren? We zijn eind vorig jaar begonnen met de voorbereidingen en gewoon super gaaf hoe het is geworden en hoe het nu er allemaal uitziet. Ja. Hoeveel deelnemers zijn er vandaag? Vandaag zijn er ruim 80 deelnemers. Ja, want wat is het doel? Ik weet dat het voor de pomp is, maar vertel verder. Het doel van de Mudrun is de uitbreiding van de pomp. We hebben de laatste tijd zoveel bezoekers in ons jongerencentrum dat wij gedwongen zijn om uit te breiden. En ja, dat is natuurlijk een hele leuke moed eigenlijk. En daar hebben we wat geld voor nodig en daar halen we op met behulp van deze Mudrun. Het zwaarste onderdeel was de sloot waar je in de lengte doorheen moest. Dat was net te diep om te kunnen lopen en te ondiep om goed te kunnen zwemmen. Dus dat was wel een uitdaging. Heel veel planten, dus het was een beetje een worsteling. Dat was echt mut. Dat was echt heel erg mut. Thomas, geniet je er een beetje van? Ja, heerlijke modder hier.